Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. We gaan vandaag in uitzending 1142 verder met Habakkuk 1, waarin de Profeet indringend de geestelijke nood van zijn volk onder de aandacht van God brengt. En hij krijgt antwoord, maar heel anders dan hij verwacht. Habakkuk moet naar de volken om zich heen kijken om zicht te krijgen op wat de Heere met de volken doet. De Heere kijkt niet vanaf de zijlijn toe naar wat er in de wereld gebeurt. Hij is zeer nauw betrokken bij alles. Hij regeert het wereldgebeuren. De Heere laat Habakkuk zien dat het niet waar is dat hij niets doet. In plaats van niets te doen, zal de Heere heel veel doen. Hij zal de Babyloniërs gebruiken om zijn eigen volk te straffen, een volk dat nog veel slechter is. Vandaag zullen we onder andere verder nadenken over de vraag hoe het mogelijk is dat God, die zonde niet verdraagt, zijn volk gaat straffen door een nog veel slechter volk. Want God weet wat Hij van de Galdeën kan verwachten. We hebben de vorige keer al een huiveringwekkende beschrijving van de macht en het optreden van deze nieuwe wereldmacht gelezen. Ze zijn een vreed en gewelddadig volk. Zij trekken de hele wereld door en veroveren andermans woonplaatsen. De gevangenen die ze maken zijn als het zand, ontelbaar. De Chaldeën bepalen zelf wat recht is en vertrouwen op hun eigen kracht. Deze machthebbers zijn zo hoogmoedig dat zij denken dat zij met niemand rekening moeten houden. Zij doen wat zij willen, zij hanteren hun eigen normen en dienen alleen hun eigen belang. Een levensstijl die ook in onze maatschappij herkenbaar is. Het is de levensstijl van de eindtijd, het laatste der dagen. Maar uit heel de beschrijving blijkt dat de Heer vooraf wist wat er ging komen en dat hij het volledig in de hand had. Hij staat erboven, dat moeten we goed vasthouden. Habakkuk 1, vers 12 Bent u niet van Oudscher, de Heere, mijn God, mijn Heilige? Wij zullen niet sterven. Heere, u hebt hem gesteld tot een oordeel. Rots, u hebt hem gegrondvest om te straffen. Zoals ik reeds zei, Habakkuk heeft nu wel antwoord op zijn gebed, maar uit zijn reactie wordt duidelijk dat dit niet het antwoord is dat hij verwachtte. Want we lezen hier dat hij opnieuw tot God gaat in gebed. Habakkuk begrijpt het niet. En hij is het er ook niet mee eens. Waarom zou de Heer de Chaldeeën en Babyloniërs, die nog slachter waren dan de Israëlieten, gebruiken om de inwoners van Jeruzalem en Juda te straffen? Toch is dit niet de eerste keer dat de Heer zo'n methode gebruikte om zijn volk tot inkeer te brengen. In Isaiah 10, versen 5 tot en met 7, zegt hij: Wee Assyrië, de roede van mijn toren. En mijn gramschap is een stok in hun hand. Op een huigelachtig volk zal ik hem afsturen. Tegen het volk waarop ik verbolgen ben, zal ik gaan bevel geven om roof te plegen, om buiten te roven en om het te vertrappen als slijk op straat. Maar zelf meent hij het zo niet, en diep in zijn hart denkt hij zo niet. Want het leeft in zijn hart om weg te vagen en de volken uit te roeien, niet weinigen. In Jezaja wordt Assyrië gebruikt om het tientastammenrijk Israël tot de orde te roepen. Maar nadat de Heer Assyrië had gebruikt voor de opvoeding van zijn eigen volk, lezen we in Jezaja 10, versen 12 tot en met 14: Het zal gebeuren, zodra de Heere heel zijn werk op de berg Sion en in Jeruzalem voltooid heeft, dat ik de vrucht van de trots van de koning van Assyrië en de glans van zijn hooghartige oogopslag zal vergelden. Want hij zegt: Door de kracht van mijn hand heb ik dit gedaan. En door mijn wijsheid, want ik ben verstandig. Ik heb de grenzen tussen de volken weggenomen. Hun voorraden uitgeplunderd en als een machtige de hooggezetenen neergehaald. Mijn hand vond, als was het een vogelnest, het vermogen van de volken. En zoals men verlaten eieren inraapt, raapte ik de hele wereld bijeen. Niemand was er die zijn vleugel verroerde, die zijn snavel opende, of die ook maar piepte. Hetzelfde zien we nu gebeuren bij Habakuk. De Heer gaat een goddeloos volk, de Chaldeeën, gebruiken om zijn volk op te voeden, opdat zij tot hem zouden terugkeren. Als gij daarmee klaar is, zal hij de chaldeeën oordelen. En ook in het geval van de chaldeeën heeft de Heer gezegd waarom hij dat zal doen. Want zij maken van hun kracht hun God. Maar toch kan bij velen de vraag blijven, waarom wil God per se een zondig volk gebruiken om zijn doelen te bereiken? Voor veel mensen is dat geen logische gedachte, als ook verrassend. Maar iets dat in onze ogen goed is, heeft niet de garantie dat de Heer er ook zo over denkt. Het is van alle tijden dat wanneer een volk het goed heeft, dat meestal ten koste is van een ander volk of bevolkingsgroep. Dat is ook vandaag zo met onze westerse samenleving. Trouwens, sinds de zondeval in de hof van Eden weten wij mensen het verschil tussen goed en kwaad niet meer. Het meeste dat wij in het algemeen goed noemen, is vaak niet meer dan iets dat in ons voordeel is en vaak nadelig voor een ander. Voor we verder gaan wil ik hier nog even bij stilstaan. Op de vraag wat is goed en wat is fout wordt wat voor jou goed of fout voelt, meer en meer door onze samenleving geantwoord. Maar vanuit de Bijbel moeten we daar toch anders tegen aankijken. Niet wij, niet onze samenleving bepaalt wat goed of fout is, maar God. Onder andere in Romeinen 3 lezen we dat mensen zondig zijn en geneigd tot het verkeerde. God is echter goed. Hierin zien we een duidelijke tegenstelling tussen goed en fout. Daarnaast trekt God in de Bijbel op meerdere plaatsen een duidelijke grens tussen wat goed en fout is. Rijn en onrein, recht en onrecht. Maar bestaan diezelfde tegenstellingen tussen goed en fout nu nog? Zijn de tijden niet veranderd? Ja, de tijd is veranderd, maar dat betekent niet dat we de Bijbel naast ons neer kunnen leggen. Er wordt wel eens beweerd dat dingen die de Bijbel afkeurt nu niet meer gelden. Dan gaat het vaak over teksten van Paulus. Maar het is belangrijk om te beseffen dat het ten diepste niet Paulus was die de tekst schreef. Nee, God wil ons door Paulus heen iets duidelijk maken in zijn woord. Denk bijvoorbeeld aan gevoelige kwesties rondom de verhoudingen tussen mannen en vrouwen. God wilde duidelijk maken dat er een verschil is tussen mannen en vrouwen. Dat verschil geldt vandaag nog steeds. Paulus heeft het in zijn argumentatie namelijk vaak over de scheppingsorde, oftewel hoe het is bedoeld door God. Het is Gods bedoeling dat het huwelijk een verbindenis is tussen een man en een vrouw. Zo is het ook Gods bedoeling dat een man en een vrouw niet gelijk zijn. Ze zijn wel gelijkwaardig, maar niet gelijk, met beide andere taken en verantwoordelijkheden. De Bijbel is wat de moraal betreft van alle tijden, dus ook vandaag en in de toekomst hoogst actueel. Gods woord is altijd de richtlijn. Natuurlijk kwamen veel lastige kwesties van nu in de tijd van de Bijbel niet voor. Dat wil niet zeggen dat de Bijbel dan geen richting geeft. Je zal niet meteen op alle vragen rond hedendaagse kwesties een antwoord hebben, omdat daarover vaak geen letterlijke teksten in de Bijbel staan. Maar God geeft in de Bijbel, hoewel niet altijd in een letterlijke tekst, steeds een heldere denkrichting. Hoe moeten we de Bijbel dan gebruiken in hedendaagse ethische vraagstukken? Enerzijds moeten we ervoor waken om een visie te vormen door een paar losse teksten bij elkaar te zetten. Gods woord kan tegen ons gevoel ingaan. Ons gevoel wil niet altijd het goede. Daarom moeten we niet zomaar ons gevoel volgen. Dit kan confronterend en lastig zijn. We moeten biddend zoeken naar de principes van de Bijbel. Dat is trouwens ook wat Jezus deed in de bergreden. In Matthäus 5, vers 20 zegt Jezus... Als uw gerechtigheid niet overvloedig is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. De fariseeën waren mensen die zich in het algemeen goed aan regeltjes hielden. Maar de juiste ingesteldheid ontbrak vaak. Het gaat niet zozeer om de geschreven regeltjes, maar om het principe achter een regel van God. De bergrede klinkt strenger dan de wet, maar dat is omdat daarin de ware ethiek van God naar boven komt. En die is zoveel meer dan wetten en regels, niet minder. Voor mij heeft het onderwijs van Jezus in de bergrede mij duidelijk gemaakt hoe we de Bijbel dienen te gebruiken, bij zowel hedendaagse ethische vraagstukken als persoonlijke zaken die op ons pad komen. Hoe beter men het principe van de Bijbel leert kennen, hoe meer hulp en leiding we ervan zullen ervaren. Want inderdaad, over de meeste zaken zullen we geen letterlijke tekst vinden. Daarom is het kennen van Gods Woord zo belangrijk. Velen slaan de Bijbel pas open als er nood komt in het leven, en zijn dan vaak ontgoocheld dat ze er geen pasklaar antwoord in vinden. Terug naar Habakkuk 1, vers 12. Bent u niet van oudscher de Heer, mijn God, mijn Heilige? Wij zullen niet sterven. Here, u hebt hem gestaald tot een oordeel. Rots, u hebt hem gegrondvest om te straffen. Als we op de inhoud van het gebed letten, dan horen we eerst een uiting van vertrouwen. Zij zullen niet sterven. Daar is Habakkuk van overtuigd. Maar dat neemt niet weg dat hij de beslissingen van God niet met elkaar kan rijmen. Begrijpen wij de worstelingen van Habakkuk? Hij kent de Heer en heeft een diep besef van de reinheid en de heiligheid van zijn God. De Heer kan het kwade niet zien. En nu zijn daar de Chaldeën, een volk dat een gruwel moet zijn in Gods ogen, waarvan hij zich moet afkeren. En de Heer ziet wat er gebeurt, hij heeft er zijn volle aandacht op gericht. En hij laat dat volk niet alleen begaan, maar is er actief bij betrokken. Waarom? Habakuk heeft bidend aangezien dat de goddelozen in Jeruzalem heersen over de rechtvaardigen. Maar de goddelozen die hij vanuit Babel ziet komen, zijn nog veel erger. En moeten die goddelozen nu dienen om Gods oordeel aan de goddelozen in Jeruzalem te voltrekken, terwijl zij zoveel erger zijn? Hoe kan de Heer zwijgend toezien terwijl dit gebeurt? Juist omdat Habakkuk de Heer kent, stelt hij zijn vragen: Hoe kan zo'n heilige en rechtvaardige God deze onreinheid en onherachtigheid toelaten? Habakkuk 1, versen 14 tot en met 17: U maakt de mensen als vissen in de zee. Als kruipende dieren, die geen heerser hebben. Hij haalt ze alle met een vishaak op, brengt ze bijeen met zijn sleepnet en verzamelt ze met zijn werpnet. Daarom verblijft en verheugt hij zich. Daarom offert hij aan zijn sleepnet, brengt hij een reukoffer aan zijn werpnet. Want daardoor is zijn vangst groot en zijn voedsel overvloedig. Mag hij daarom zijn sleepnet blijven leegmaken? Volken zonder medelijden blijven doden? In deze versen vat Habakkuk zijn nood nog eens in een beeld samen. Hij ziet Babel als een visser die zijn hengel uitwerpt en zijn netten uitzet en de mensen als vissen vangt en doodt. Wat een plezier heeft die visser en wat is hij trots op zijn vangst? Wat gaat het hem voor de wind? Moet dat nu altijd maar doorgaan? Was dat Gods bedoeling toen hij de mensen maakte? Dat kan toch niet? Herkent u de vragen van Habakuk? Het zijn geen nieuwe vragen. Habakuk's vragen zijn vragen die in alle tijden gesteld kunnen worden. Ook voor ons zijn deze vragen actueel: hoe kan God het toelaten? De vraag wordt nog niet beantwoord, maar zij wordt wel gesteld. Door een gelovige, door iemand die de Heer kent. Terwijl een ongelovige bij dit alles mogelijk zegt: Als dat een God van liefde is, dan hoeft het voor mij niet meer. Gaat een gelovige met zijn of haar waaroms naar God. En desnoods, net als Habakuk, steeds opnieuw naar de Heer. Die God die hij of zij niet altijd begrijpt, maar ook niet wil en kan loslaten. Dat is niet altijd gemakkelijk. Vooral als we de indruk hebben dat de Heere, die toch almachtig is, er naar ons gevoel niets aan doet. Of wanneer we, zoals we het nu bij Habakkuk meemaken, ontdekken dat het de Heere is, die juist goddelozen als zijn zweep gebruikt, en het blijkbaar zo wil. Maar ook dan gaat een gelovige met zijn waaroms toch weer naar God. Met de nood van hun leven, met het onbegrijpelijke kruis dat zij moeten dragen, met hun kinderen en kleinkinderen, met hun huwelijk, met hun gezinsleven, waarin zoveel niet goed gaat. Ja, ze gaan ook met de nood van de kerk of met de ellende van de wereld naar de Heren. Zij gaan vrijmoedig tot de troon van genade... en leggen in gebed alles voor de Heren neer. De Heren heeft een oprechte bidder nog nooit laten staan... ook als er vragen zijn. Ook als zij moeten bidden... Heere, waarom? Het is toch niet goed als dit gebeurt? Of, dit kunt u toch niet goed vinden, God? Dan komt er meestal niet meteen een antwoord op onze waaroms. Maar een gelovige krijgt in de ontmoeting met God... weer meer zicht op hem. Dan mogen we vasthouden aan beloften uit zijn woord... Beloften, zoals in Romeinen 8, vers 32, waar staat: Hoe zal hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Ik eindig deze uitzending met woorden van David uit Psalm 62, versen 6 tot en met 13. Daar staat: Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van Hem is mijn verwachting. Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting. Ik zal niet wankelen, en God is mijn heil en mijn eer. Mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God. Vertrouw op hem te allen tijden, volk. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht. Zeker, eenvoudigen zijn een zucht, aanzienlijken een leugen. In de weegschaal gewogen zijn zij tezamen lichter dan een zucht. Vertrouw niet op onderdrukking, staal geen ijdele hoop op roof. Als je het vermogen toeneemt, zet er het hart niet op. God heeft één ding gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord dat de kracht van God is. Ook de goedertierenheid is van u, heren, want u zult een ieder vergelden naar zijn werk. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan honderd talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan. Als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht www.twr.be. Voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.